Het was een hele happening, de 14e editie van Masters of Luxury in de Rai. Met meer dan 46.000 bezoekers en 30.000 vierkante meter beursoppervlakte. Vandaag blik ik terug met drie key spelers op de hoogtepunten van de beurs. En ik begin bij Craft Original. Denise, tijdens de beurs hebben jullie een heel huis gebouwd op de vloer. En dat werd uitgeroepen tot de mooiste locatie. Het was een mooie beloning voor de eerste keer dat we meededen op de beurs zelf. Dus ja, als je dan gelijk die prijs mag winnen en in ontvangst mag nemen, dan is dat wel, dat geeft wel een beetje een kikker gevoel. Ja. Maar het was een onwijs leuke, gezellige beurs. Het was een goede beurs voor ons. We hebben onwijs veel positieve reacties gehad. Dus ja, ik ben er heel happy mee. En volgend jaar weer? Ja, we gaan wel weer meedoen, ja. Ook Van Roy Gallery heeft goede zaken gedaan tijdens Masters of Luxury. Zij verkochten maar liefst 8 werken, waaronder van Christian Voigt. Martijn, nou hoorde ik dat jij een van de werken hebt verkocht aan een bekende DJ. Ja, daar kan ik helaas niets over zeggen. Dat wil ik heel discreet houden. Ik kan wel vertellen wat er gekocht is. Dat is deze kluis door No Art, Arnaud Lucet. Dat is een Franse kunstenaar die toegepaste kunst maakt. Dus deze hangt thuis bij een bekende Nederlandse DJ. Hey, en hoe kijk jij terug op Masters of Luxury? Voor mij is het altijd een soort eindfeestje van het jaar. We doen al echt ruim 8 jaar mee. Voor ons is dat heel succesvol. Ik ben ook echt trots altijd op om mee te doen en de mensen te laten genieten. Als laatste ga ik op bezoek bij vastgoedondernemer Won Yip. Voor hem was de beurs wel heel bijzonder, want hij vond er zijn huis. Sterker nog, hij vond en kocht er het duurste penthouse van Nederland. Won, ik hoorde dat de Masters of Luxury beurs voor jou heel speciaal is geweest, hè? Want je hebt daar je huis gevonden. Ik heb daar mijn appartement gevonden, ja. Dat was mooie binnenkomer. Vertel eens, hoe ging dat? Je kwam op de beurs helemaal blanco en je zag een maquette en toen? Nou, ik kwam niet helemaal blanco. Leslie de Ruiter van Christus had mij erop gewezen dat er een maquette stond. En dan ben ik gaan kijken en toen viel het kwartje eigenlijk. En toen was de keuze snel gemaakt? Donderdag was de luxury. Dus ik moest vrijdag even rekenen, zaterdag rekenen en zondag. Toen kon het. Toen knoop doorgehakt. Ja. Oh, mooi. En ik hoorde dat het gerucht ging, Brad Pitt, die was ook een kandidaat? Er was een Hollywoodster die geïnteresseerd was, maar er was ook vanuit Azië heel veel belangstelling. Heel veel succes ermee en heel veel plezier. Dankjewel. Mooie verhalen. In december is er weer een nieuwe editie van Masters of Luxury en die wordt nog groter en internationaler. Het bestaat dan ook 15 jaar. Genoeg reden om extra uit te pakken.